Donderdagochtend kregen brandweer en politie een melding over een in brand staande auto op het Tamarix-plantsoen in Herugowaard. Bij aankomst bleek al snel dat het voertuig niet meer te redden was. De auto stond volledig in lichte laaien. Opvallend was dat een van de achterdeuren open stond. Volgens buurtbewoners waren ze wakker geworden van een harde knal. En toen ze polshoogte gingen nemen, zagen ze dat de auto in brand stond. Daarop is de brandweer gealarmeerd. De wagen is volledig uitgebrand en bleek als gestolen geregistreerd te staan. Een berger heeft de uitgebrande resten opgehaald.